The Stichting Tounch, Total Opportunity and Creativity for All Human Beings, heeft gisteren haar debattraining afgesloten met een certificaatuitreiking. Deze training is in de haast afgelopen maand gehouden en was bestemd voor jongeren die een leiderschapsrol vervullen. Janine Krint, algemeen manager van de Stichting Tounch, geeft aan dat deze stichting opgericht is met het doel extra kansen te creëren voor jongeren. Dit project is gefinancierd door de Amerikaanse ambassade. En de bedoeling daarvan is, het project gaat om debattechnieken aanleren aan jongeren in Wanica. We hebben gekozen voor Wanica omdat meestal men begint met Paramaribo. Maar we wilden een andere invalshoek, een andere opzet. Heel geslaagd, heel enthousiast, heel tevreden zijn de participanten. Het doel van de training is om de jongeren debattechnieken aan te leren. Heel vaak discussieert men als je kijkt overal en nergens. Maar debatteren verschilt toch nog wel van discussiëren. Bij debatteren zijn er regels. En de eigenlijke bedoeling waarom we ze deze training leren, is omdat debatteren je leert om argumenten te onderbouwen. Debatteren leert je om rationeel na te denken. Krint geeft verder aan dat debatteren je ook leert goed om te gaan met je emoties, waardoor een debat niet uitmondt in ruzies. Ook moeten debatterende jongeren van Wanica leren om betere burgers te zijn, zegt de Tounch manager. De jongeren zijn in 8 weekenden getraind in debattechnieken. Een toekomstplan is om dit project landelijk uit te voeren, zodat tenslotte alle jongeren van Suriname er beter van worden, zegt Krint. We brengen nu een fragment uit het afsluitingsdebat. De stelling was: politiek is vies en vuil en ik doe daar niet aan mee. Maar als je goed naar het systeem kijkt, dan zie je dat het heel vaak zo chaotisch in elkaar zit. Dat het een land niet gaat regelen, maar juist weer een problemen gaat binnenbrengen. Kijk, al die dingen die we hebben genoemd, al die problemen die er zijn. Het systeem doet heel weinig daartegen. Het doet heel weinig tegen corruptie, doet heel weinig tegen vriendjespolitiek. Het doet heel weinig tegen taalgebruik van de mensen. En het doet heel weinig tegen alles wat we ook besproken. Dus het systeem zit niet goed in elkaar. En dat is het probleem. We hebben gesproken over vriendjespolitiek. Niemand komt in een bepaalde positie te zitten waarin je mensen kan aanstellen en mensen kan verwijderen van een bepaalde plek om het zo te zeggen. De persoon wordt gekozen om dus daar te zijn. Hij gaat dus vanwege zijn inzichten. Hij komt niet zomaar daar, hij gaat vanwege zijn inzichten iemand daar zitten van wie hij denkt van hey, zo iemand is capabel om dat werk te doen. Als jij dat vriendjespolitiek wilt noemen of niet, hij gaat iemand zitten van wie hij zeker is van hey, ik vind de persoon goed genoeg om daar te zitten. En we hebben het over taalgebruik. Taalgebruik maakt politiek vies. Politiek vies en taalgebruik. En als dat niet klopt, even, laten we even eerlijk tegenover elkaar zijn. En wanneer, maar tegen de Peter zei dan iets van het systeem is niet, of het zit niet goed in elkaar. Over welk systeem je precies? Aldus een fragment uit het afsluitingsdebat van de Stichting Tounch dat gisteren gehouden is in de vergaderzaal van het districtscommissariaat Wanica.